Hey mensen van Mac'd Up Games en welkom bij een nieuwe Unravel. De vorige keer hebben wij het mountain track daar helemaal boven gedaan, maar we zijn vandaag niet meer in de bossen, maar we gaan van de rails af. We gaan ontsporen, off the rails. We ontsporen hier helemaal in deze aflevering. En ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen, off the rails. Dan zou ik dus denken aan rails als in treinrails. D hartje K. Ach, wat schattig. Wat schattig, D houdt van K. Wat leuk. Zo. Oké. Dat ging een stuk sneller, moet ik zeggen. Ik knipte er wel nu een stukje tussen weer uit, maar het ging sneller dan eerst. Oh, mooi. We zijn in de bossen. Ik zie geen rails. Ik heb geen idee wat ze lullen over rails, maar ik zie geen rails. Dit is ook wel een hele makkelijke puzzel. Ik ren opzij. Oh, daar is de rails! Hallo, rails. Gaat hij met jou? Als er een trein trouwens overheen gaat, dan knip ik mijn touw door. Maakt dat uit? Laten we dan maar hopen dat er gewoon geen trein overheen dondert. Oh, hier zijn ze dat D-hartje K erin aan het kerven. Daar is die boom met D-hartje K. Ik vind het wel schattig dat D van K houdt. Dat is echt lief. Geen DVD of K is. Dat zullen waarschijnlijk wel de vrouw van de developer en de developer zijn. Of de vriendin. Ik ga er even vanuit dat het een vrouw is. Ik heb geen idee wat... Dit is het makkelijkste map ever. Daarom laat hij snel... Oh, sneak! Oh, de vorige keer zei ik nog van... Ik hou die van spinnen. Maar die zijn meer vies dan dat ze eng vindt. Ik vind slangen dus wel eng. Oh, nee, shit. Hé, een libelle. Die steken trouwens toch heel erg? Of heb ik me nou... Libellen zijn toch best gevaarlijke beesten, kan ik me herinneren. Oké. En dan als ik zo, dan blijft hij hier strak staan. Ook al ga ik hier beneden staan. Klopt dat? Oh! Ja, maar dan moet ik alleen niet naar beneden donderen. Want dat gebeurt mij nou namelijk voor de derde keer al. Hier, hij gaat niet verder dan dit. Oké, cool. Dan zou ik... Dit red ik niet. Ik verzuip. Hou je kopje boven water. Nee! Hij hield zijn kopje niet boven water. Ja, dan ga je dood. Zo gaat het nou eenmaal in de natuur. Als je je kopje niet boven water houdt, dan overleef je het niet. Dan maak ik eerst dit keer vast. Oh, wacht. Nee. Zo, ja. Bijna. Ja, helemaal goed. En jump. En... Zo, ja. En dan maak ik dit vast. Het maakt verder niks uit, oké. Wat ik wel denk, is dat ik eventjes beter me hier aan vast kan maken. Voordat ik deze epic jump ga wagen. Wacht even. Geen idee of dit de bedoeling is. Wacht even, misschien moet ik me eerst even hier laten vallen. Want was er hier beneden niet ook? Oh, wacht. Ik moet hier gewoon zwieren. Oh. When in doubt, zwier. Ik vergeet dat altijd, hè. Ik vergeet dat je kunt zwieren. Wacht, hey, daar beneden kan ik een secret halen. Hoe kom ik bij die secret? Kan ik hier zo onderdoor? Nee. Hoe kom je bij die secret? Die hangt boven het water. Daar kun je dat toch niet bij? Of moet ik hier zo zwierend daar naartoe? Wat even een stukje naar boven, dan kan ik zwieren. In het water kan ik niet zwieren, Jarnie. Hallo. Jarnie. Beweeg eens. Dankjewel. Sterf nog niet, pak eerst je secret! Ik kan daar niet bij, hoe kom je daarbij? Hoe kom je bij die secret? Oh wacht, misschien daarboven. Misschien als ik daarboven de pak. En dan... Hoe kom je bij die secret? Ik wil eerst die secret hebben, ik ga niet weg voor ik die secret heb. Maar nee, wacht even, ik kan wel steeds hetzelfde proberen, dat werkt gewoon niet. Ik kan daar niet bij vanuit... Omdat er water is. Dus ik denk dat ik dan toch eerst hier dit hout of zo moet pakken. Oh, voordat ik val. Wacht eventjes. Ik moet hem duwen. Ik moet hem wel duwen, want anders ga ik vallen. Oké, en wat heb ik hier aan gehad? Helemaal niks. Wel niks. Hoe ga ik hierbij komen? Ik wil bij die secret komen. En je zou zeggen, links is de makkelijkste manier. Maar ik kan daar niet bij via... Oké, wacht even. Kan ik dit hout ook allemaal nog pakken? Of... Nee, hier kan ik niks meer met dit hout. Did I fucked up? I almost fucked up. Wacht eventjes opnieuw. Eventjes, want ik denk dat ik dat bootje... Dat ik daar op moet staan. Maar...
dan kom ik nog steeds niet bij mijn secret. Dit haat ik, dat die secret mij in mijn ogen aankijkt zo van, pak me dan. En dat ik er niet bij kan. Daar kan ik niet tegen. Ik wil mijn secret. Ik kan hier ook boven mijn neus vasthouden. Dus het enige wat ik kan doen is zo. Er moet een veilige manier zijn om deze secret te pakken. Maar hoe? Nee, dat werkt niet. Dat ga ik niet redden. Wacht, ik wil die secret. Ik ga nergens heen voor ik die secret heb. Godverdomme. Ik wil die secret. Ik wil die secret. Moest ik daarvoor ook eigenlijk zeg maar dan dit touw hebben? Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat zou helemaal niet moeten uitmaken of ik nou daar overheen ga of niet. Of ik nou zeg maar... Of zou dat wel uitmaken? Wacht even, ik doe de restart level. Ik doe even restart level en ik ren wel dat, even, dat stukje zonde. Gewoon weg omdat het... Ik ben nog niet al te ver. En ik denk dat dat misschien wel de manier is hoe je dat moet doen. Dat ik... Ik ben doorgelopen waar dat nog niet had gemoeten. Oké, en dan zou ik, denk ik... Hieraf... Er beter bij kunnen misschien. Kom op! Ja, dan heb ik in ieder geval de secret. Oké, ik ben dan misschien dood, maar dat maakt niet uit. Ik heb de secret. Oké, dus dat is wel hoe ik bij de secret kom, denk ik. Ik heb geen idee of de andere manier van pakken, zeg maar. Als ik er eerst nog... Of dat gaat. Als ik zeg maar eerst was doorgelopen wat ik eerst had dus. Maar ik weet in ieder geval wel dat de secret op die manier te pakken is. En alleen op die manier, denk ik. Geen idee of dat daadwerkelijk is. Of het er echt geen andere manier is. Maar dat boeit ook niet. Want ik heb mijn secret en that's what counts. Oh, waarom ga je dan er eerst eventjes daarop staan? Dat wil ik niet en dat moet je ook niet doen. En dan, joehoe. Oké. Nu ik dit heb, nou moet ik deze shit doen. Nou moet ik dit bootje. En dan moet ik dus, denk ik, ook al hier op het bootje staan en niet er afspringen. Even nog een klein stukje. Zo. Dit gaat fout. Oh, shit. Ja, ik leef nog. Ik leef nog! Waarom spring ik eraf? Verzuip maar, Krijn. Verzuip maar. Oké. Nee, ik sprong eraf. Dat was mijn fout. Spijt me, Jani. Het spijt me. Ik zal het dit keer niet doen. Ik zal dit keer niet eraf springen wanneer ik er al op sta. Ik zal gewoon erop blijven staan. Oh, ja, nee, ja, oké, okay, ik heb hem. Nou, niks meer doen. Oké, dan moet ik nu... Geen idee wat, maar ik moet hier iets doen. Ik kan hier niet opklimmen. Jani, klim, oh wel, ja, Jani, jij moet er wel opklimmen als je dat kan. Geen idee wat ik hier verder nog moet doen. Oh, nee, ik verzuip anders. Klim omhoog, Jani. Oké. Wacht. Moet ik dit ding omhoog trekken vanaf hier? Dat ik zeg, oké. Eerst hier vastmaken. Dan hier omhoog. Dan hier overheen. Ja. En dan ga ik weer op mijn boot staan. Ik sta op mijn boot. En that's what counts. Oh. Ik raak altijd zo in paniek als Jani bijna valt, hè. Oh, ik moet hier dus een beetje snelheid gaan maken. Oh, dat hoeft helemaal niet. Die boot die vaart wel door, maar... Oh, dat is voor de secret! Ik moet dus wel haast maken. Want dan kan ik die secret pakken. Oh, moet ik helemaal hier naartoe? Oh, godverdomme. Oh, nee, weer doe ik het. Denk dat ik het niet red en dan red ik het wel. Oké, nu moet ik snel zijn, nu moet ik snel zijn. Dan kan ik, als ik heel snel ben, daarboven, hierover langs. Ja, dan hier weer op. Ja, en dan kan ik de secret pakken. Ja. En, poep. Yay, ik heb mijn secret. Cool. Nu... Heb ik dadelijk niet te weinig touw? Oh, how cute. Oké, daarboven, daar gaat mijn touw weer aangevuld worden. Dat vind ik heel cool.
Dat vind ik erg cool dat dat gebeurt. Dus dankjewel. En dan kan ik hier weer omhoog. En het is weer heel donker, jongens. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Hier is alweer de volgende touwcheckpoint. Geen idee waarvoor dat is. Ik moet hier eventjes vastmaken. En... Oké, okay, kettingje. Ja. Yeah. Oké, okay, wacht eventjes. Als ik nou hier deze en dan dit pak. Ja, yeah, dan kan ik dit omhoog. En dan... Oh, het water loopt! Oh, fuck. Ik zit daaraan vast, hè. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ik zit daar vast, jongens. Help. Help. Ik zit hier vast. Ik zit daaraan vast, jongens. Ah! Dit gaat niet goed. Mijn touw raakt ze op, jongens. Dit is niet goed. Stop. Stop. Oh, wacht even. Daar kan ik op staan. Oh, cool. Ja. Hey, mijn touw zit daar niet boven vast. Oh, dat vind ik erg cool. Phew. Dat heb ik ook nog net overleefd, denk je, Annie. Mijn touw ging opraken daar. Dat was een partij groot, hè. Zo, en toen was ik hier. Auw. Tot mijn hoofd. Hallo. Oké. Dat is gevaarlijk. Dat ziet er gevaarlijk uit, jongens. Maar we gaan het wel doen. Oh. Auw, ik ben doodgestampt door zo'n ding. Dat is niet goed. Laat ik één keer proberen door te rennen. Dat was de oplossing. Alleen moet ik daar wel springen. Zo, ja, nou heb ik hem. Nou heb ik hem. Nou heb ik hem. Kijk. En nu. En nu. What now? I'm fobbernacht. Hoe kom ik hieruit? Ja, oh kut. Nee. Auw. Ik kwam daar... Auw. Oké, ik heb gelukkig mijn checkpoint hierboven. Ik moet daar opspringen, heb ik het gevoel. Ja, yeah, I'm up here. Oh, Zo. Ik moet wanneer die op zijn toppunt is, moet hij dit doen. Dan red ik dat makkelijker. Ja. Klim omhoog. Ja, kijk. En dan heb ik hier mijn touw. Nou wat? Moet ik dan hier naar buiten? Ja, ik moet hier naar buiten. Oké. Okay. Ja. Yeah. Het is erg donker. Ik zie geen ene drol. Oh, wacht. Ik zie al... Op het moment dat ik zoiets zie bewegen, denk ik... Ja, jou ga ik meenemen. Jij moet vast mee op deze brug die het niet doet. Wacht even. Ik moet wel... Eén seconde. Het is eventjes heel stil. Ik vind het eng. Maar de bedoeling is dat ik me hier alvast ga maken. En... Hier ga vastmaken. En dan word jij een brug waar ik dit ding op kan tillen. Zo, ja. Kijk. Hopsakee. Zo doen we dat. Oké, dan rol ik jou verder. En dan zit je hier vast. Wel diks. Oh, maar dan anders valt het naar beneden. Oh, super slim. Super slim, Jarny. Jij bent echt zo slim. Oh, nog nooit iemand zo slim zien zijn. Ik denk dat ik terug naar achteren moet. Maar ik ga toch nog even een stukje naar voren. Gewoon kijken of het nodig is dat ik erachter nog shit doe. Oh, jawel. Ja, daar moet nog iets in die tak. Want anders ga ik dat niet redden daar. Of wat ik... Wat mee moet, geen idee. Oké. Dat gaat mee! Handig. Handig. Hé, hey, jongens. Jullie zitten nou alleen wel een beetje verkeerd. Wacht even. Nee. Kom nou eens even mee. Jij blijft hierin liggen. Ja, dan ga ik dit ding omlaag halen. En wanneer het omlaag staat, dan mag jij mee. Ja, zo werkt die volgorde nou eenmaal. Zo werkt dat nou eenmaal. Kijk, en dan blijft dit omhoog staan en dan kan ik hier overheen. Yay! Ik ben zo slim. Ik zweer je, ik ben nog nooit zo slim geweest, jong. Oh, maar goed. Nou ben ik hier. En nu? Nou neem ik deze steen mee. Waarom vind ik leuk? And nobody's gonna tell me otherwise. Ik denk dat ik hem hier niet op mee kan nemen. Maar. Dit beweegt wel. Niet op gewicht per se. Deze stak bewoog. Maar hoe? Want hier naar beneden is. Iets waar ik aan vast kan maken. Maar. Daar kan ik niks mee.
Als ik me hier vastmaak, dan zit ik wel hier zo van hier overheen. Ja, cool. Ja, en nu. Nu kan ik niks. Wacht, misschien. Ik ga toch die steen. Als het fout gaat, kan ik altijd nog, zeg maar, resetten. Dus. Dus deze steen nou wel gewoon mee naar beneden. Keil, zo. En dan hier onderdoor. Oh, ja! Kijk. Dat is wat er had moeten gebeuren. En dan kan ik me hier vastmaken. Maar geen idee waarvoor. Geen idee waarvoor. Oh, wacht. Ik had wel eerst mezelf daarboven vast moeten maken. Want nou is dat helemaal zo hoog en kan ik er niks meer mee. Ja, oké. Okay. Ja. Kijk, dan maak ik me hier vast. En dat heeft voor de rest helemaal geen enkele purpose. Anders dan dat ik, wanneer deze steen de tak omhoog duwt, dat ik al vast zit en dat ik gewoon naar boven kan klimmen. Dat is het hele ding. Mooi. Mooi. Oké. Okay. Nogmaals, geen idee waarvoor dit dan is. Oh, dat is hem ook niet. Want nou zit ik daarboven vast en gaat hij dus niet helemaal mee naar boven. Als ik dit ding verder omhoog doe, dan kan ik niet meer omhoog. Toch? Wacht even. Als ik zo doe, kan ik niet meer omhoog klimmen. Ik kan daarboven niet bij. En de steen weghalen brengt die tak wel weer een beetje omlaag. Dat wel, maar I don't fucking get it. I don't get it. Het is... Ik moet... Oh, wacht. Misschien moet ik hem ook helemaal niet recht overeind hebben. Oh, misschien toch wel. Want dan kan ik misschien gewoon daarbij. Dat is misschien het hele punt. Dat ik gewoon nu zo naar boven kan klimmen. Maar daar kan ik nog niet bij. Daar kan ik of net niet bij, of ik spring verkeerd. Dat kan natuurlijk ook altijd nog, hè. Want zeg maar, als ik hem nog een klein beetje zo doe. Zo klein beetje. Klein beetje. Laat ik dat eens proberen. Gewoon een klein beetje heb ik hem nou nog. Ja, goed zo. Eroverheen, braaf puppy. Oké, ja. En dan moet ik erbij kunnen. Ja! Oké, en nu. Nu ben ik fucked. Als ik dit nou eens doe. Kijk, dan kan hij nog steeds wel verder geduwd worden. En dan maak ik dit los. En dan klim ik omhoog. Omdat hij zeg maar dan eerst er nog beneden vast zat. Ah, ik denk dat dat hem is. Wacht even, ik moet hier alleen wel zwieren. Anders ga ik daar niet bovenop komen. Daar kan hij niet overheen klimmen. Omdat hij net... Ja, oké, goed zo. En nou kan ik dan helemaal daarboven bij komen. Oh, kijk. Ik ben slim. Ik ben wel slim. Ik doe alleen maar alsof ik niet slim ben. En dan heb ik hier... Oh, daar had ik nog niet eens allemaal aan gedacht. Ik dacht dat ik daar eerst aan moet trekken. Maar dat hoeft er niet. Ik hoef niet meteen overal aan te trekken. Oké. Oh, wacht, aan die steen, daar zit ook weer iets aan waardoor ik het kan vastmaken. Waardoor ik dan zo weer een bruggetje creëer. Waardoor ik dan omhoog kan klimmen en dan daar naar boven toe... Oh, shit. Wat gebeurt daar? Die steen had me bijna om mijn bek laten vallen. Hey, kan ik hier... Jani, pak daarboven dat glinsterend spul. Pak daarboven... Klim! Jani! Oh, Jani, dat doet me irritant. Jani! Ik kan hier niet zwieren naar de andere kant of zo. Dus ik zal je toch echt omhoog moeten... Klim! Je klom! Waarom klom je niet door? Oetlul! Blijkbaar klimt hij dus gewoon door. Zo. Ja. Oké. Ik leef nog. Oh, auw. Oeh. Doe eens normaal, gek. Jongen, zeg, altijd zo met die spullen gaan lopen gooien. Nee, oh, nee. Waarom klimt hij dan weer wel, dan weer niet erop? Zo, ja, oké. Ik ben niet zo goed in deze game soms. Maar het lukt al. Het lukt al. Het gaat wel goed. Het lijkt alleen alsof het niet goed gaat. Zo, ja. En dan maak je vast. En dan klim op dit bruggetje. Ik sta weer. Zo. Dit gaat gewoon goed. Dit gaat gewoon goed. Kan niet beter. Het gaat slecht. Dit gaat super slecht. Auw! Steen! Auw! Steen! Moet ik weer helemaal hier beginnen, jongens. Tot zo. Want dit gaan jullie niet zien. Dit willen jullie niet zien. Ik ga dit gewoon voor jullie knippen. Zo, fuck dit. Fuck dit. Dit is zo moeilijk om daar boven te komen en dan... Doen ze dit tegen je. Dit is niet lief.
Ja, yeah, oké. Okay. En dan moet ik, denk ik, gewoon heel snel doorrennen. Want die steen die gaat vallen. Maar op het moment dat ik terugren ga... Kijk, hier valt hij dan over mij heen. Ja, hier, kijk. Die steen die is gewoon om mij bang te maken. Oeh, slang. Slangen doen mij niks. Slangen doen mij niks. Slangen zijn een van de weinige beesten die mij niks doen. Oeh, mooi uitzicht daarachter, man. Super mooi. Oh, ik moet daar wel boven zijn. Ik dacht, gaat er nog iets komen? Maar ja, daar kwam iets. Gaat het goed? Oké, okay. Kan ik weer door? Ik kan weer door. Nee. Je moet gewoon heel erg oppassen soms. Want soms vallen de stenen. Mooi daarboven. Ik klim gewoon even door als jullie het niet erg vinden. Want het is... Ja, jullie zitten ook te klimmen. Het is gewoon een hele zware klim. Oké. Okay. Oh. Die stenen schuiven. Stenen zijn echt serieus. Echt, what the fuck? Oh, oké. Okay. Waarom kan ik hier niet door? Oh, allemaal kiezels. Allemaal kiezels. Allemaal kiezels. Allemaal kiezels. Ik moet over de kiezels heen klimmen. Ik moet over zijn kiezels heen springen. En dan kan ik weer door. Oh, oh fuck. Nee, nee, nee. Dat redde ik ook nog maar net, omdat ik weer een stukje terug probeerde te rennen. Dit is echt een gevaarlijke klim, man. Jesus. Kan het iets minder gevaarlijk? Oké. Okay. Oh. Ik kan hier niet door. Ik kan hier niet door. Dat touw leept mij af. Of dat knoopje. Dat ding. Dit. Hier. Dit. Dat leidde mij af. Omdat ik dacht daardoor. Ik kan hier niet op. Waar moet ik heen? Oh, wacht even. Misschien moet ik met die takken een soort schild maken. Stop, in naam van Michael. Dankjewel. Dat is wat ik moest doen. En dan kan ik hier opklimmen om er overheen te gaan. Denk ik. Wacht even. Ja. En dan, kan ik verder? Ik kan niet verder, dus ik moet terug. Ik moet deze kant op. Maar ik kan... Wacht. Hé, gaat hier overheen. Ik kan... Oh, daarboven moet ik zijn. De rechts. Zo. Soepeltjes. Er is niks om vast te houden. Soepeltjes. Zo. En dan moet ik hier naar... boven toe. Nee! Waarom zag ik het licht? Ik zag het licht glinsteren. Je ziet zo'n wit lichtje, zeg maar, op het moment dat je hem kunt pakken. Maar dat deed hij dan niet. Ja? Oh. Oké. Okay. Oké, cool. Ja, nee, dit is normaal. Waar moet... Oh, daar kan ik hem weer grijpen. Oké, okay, ik wou het zeggen. Waar moet ik hem weer grijpen? Moet ik hem random loslaten en hopen dat het goed gaat? Ik ben hier fucking Tarzan aan het uithangen, jongens. Het is niet meer Jarny, het is Tarzan. Ik heb het gered. Blijkbaar helpt het als Tarzan te schreeuwen, dat helpt. Daarmee red je dingen. I don't know, klul ook maar wat uit mijn nek. Nou, we gaan het toch eens proberen nog een keer. Het helpt, want ik ben er. Kijk maar. Waarom doet dit trouwens het eigenlijk? Weet iemand dat? Oh, daar val ik. Oh, nee, ik wil niet vallen. Ik ben nog te jong om te vallen. Hij hangt helemaal niet zo stevig daar. Wacht even. Wacht even. Zo. En. Zo, dat red ik. Kijk. Niet altijd met je Tarzan. Soms moet je ook slim zijn. Zeg maar. Niet dat Tarzan niet slim is. Hij is alleen, ja. Niet zo slim als ik ben. Ik ben wel slimmer dan Tarzan. Anders kan ik niet met tijgers vechten. En dat kan denk ik een Tarzan wel. Of tijgers, gorilla's moet ik eigenlijk zeggen. Want Tarzan heeft Tarzan ooit met tijger of wat? Nee, dat was een... Ik weet niet wat voor beest dat was. Dat was een eng beest. Een katje. Is een poezeboes. Een poezebeest. In ieder geval. We zijn niet Tarzan aan het bespreken. We zijn hier over Jarny. We zijn met Jarny bezig. Moet ik hier... Oh, ik moet daar naar rechts toe. Ik zie soms die knopen niet, omdat het zo donker is. Ja... Yeah. En dan moet ik denk ik terug. Want ik moet daar boven zijn. Dus wat de hel daarboven daarvoor was, geen idee. Oh, huh?
Hij liet het eens los. Je moet niet loslaten, Jani, dan val je. Ja, dan moet ik zwieren tot ik hierop ben. Nee! Oeh, waarom? Nou, waarom? Waarom is de grote vraag van vandaag? Wee! Oké. En dan, hé. En oh. En ik wil links geluiden, maar dat moet ik me niet! Want ik ben hierop. Wat is dit überhaupt? Oh, zitten we bij die rails weer? We zijn weer bij de rails. Oké. Okay. Komt er een trein niet zo meteen voorbij? Ik zou het wel cool vinden als er een trein voorbij komt. Ik zie daar sloten. Iemand heeft het hek op slot gedaan. Maar een beetje op een rare manier. Door het gaas heen. Oh, wacht eventjes. Dat zijn ook van die dingetjes. Van dan zet je er een slootje neer en dan is iedereen zoveel helemaal happy. Oh, daar is een trein! Hé, hey, klote ding! Nee! Nee! Oh, shit! Nee! Hoe? Dat waaide bijna weg, hé. Hey. Klote trein. En ik hoor weer plululim, maar ik zie zelf ook helemaal niks op mijn scherm verschijnen. Ik heb wel het weer gehaald. En ik heb geen idee wat dit moet voorstellen. Moet het een soort rails die een achtjes gaat om voorstellen? Ik denk het. Ik denk dat het een achtvormige rails moet zijn. Maar het is een beetje donker hier geworden. Valt het jullie ook op dat het nacht is geworden hier? Off the rails. Hopelijk kan ik trouwens nu wel goed alles lezen, want de vorige keer snapte ik de B niet. Als je in de vorige aflevering, als je denkt, de B, kijk de vorige aflevering maar. Off the rails. You could spend a life wondering what lies at the other end of the track. Or you could go find out. It hurts to let someone go, but sometimes leaving is necessary. Oké. Okay. Ze gingen weg. Ik zie daarachter iemand. Doei! Ben er weg van, hè? Later! En dan, dit zijn twee meiden. Wacht even, zijn dit de dochters van de... Want ik dacht dat het de ouders, dat het de developer en zijn vrouw was. Maar zou dit misschien de dochter samen met iemand zijn? I don't know. D houdt je K, want D houdt nog steeds van K. Treinfoto's, cool. Oh, en daar hangt die. Oh, zou dat ding in real life ook nog altijd hangen? En dan zo, ja, waar is dit? En ik zie daar weer trouwens D-hartje K eronder staan. Oké. Okay. Geen idee waar... zo, mijn stem. Geen idee waar dat stukje op sloeg. Maar het ziet er wel cool uit. En er is weer een stukje van de foto bij. Cool. Maar het is nu donker en eng. En ik durf niet meer door te gaan hier, want het is hier eng. Het is echt eng hier. Het is allemaal donker. En ik hou niet van donker. Donker is eng. Oh, daar hangen allemaal de foto's. Ik heb maar twee secrets, dus dat is niet heel goed. Maar wel hebben die secrets voor foto's gezorgd. En de volgende is down in a hole. En daarna krijgen we how much is enough. Maar dat is voor de volgende aflevering. Volgende keer gaan we down in a hole. Klinkt nu al leuk. Want we gaan denk ik ja, een hole in, wou ik zeggen, maar een cave, een iets daar in die richting, daar gaan we denk ik de volgende keer in. In ieder geval, voor vandaag is het afgelopen met deze aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet dan niet duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laat een leuke reactie achter en dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe Unravel, waarin we down in een hole gaan. Ik zie je de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Later. Doei.